Mata Hari danste al lang niet meer toen ze in 1916 in Parijs woonde. De oorlog had daar een stokje voor gestoken. Maar in Parijs leefden ze nog gewoon het leven wat ze leidden. Terwijl in 1916 al tienduizenden jonge Fransen het leven hadden gegeven voor de oorlog, de Eerste Wereldoorlog. En wat deed Mata Hari toen ze een keer geluncht had, ook in 1916? Toen ging ze naar Fauchon om nog even wat lekkere koekjes te kopen. Fauchon was nog steeds een van de duurste winkels van Parijs.